Met een gezamenlijke passie voor brommers begonnen vier mannen vanuit Grashoek op tweede Pinksterdag aan hun tiendaagse reis door vijf landen. En de landen zijn? Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland. Dus dan hebben we wat kilometertjes te maken. Was groot werk? Ja, het was heel wat werk, ja. Ja. Maar ja, ik zeg, ik doe het wel alleen, die routes maken en die hotels. Maar samen moeten we toch dat doen. Absoluut. Kijk, en de vorig jaar, ja, dat was van de kust van Den Helder, wie Zeeland, was het regen. Ik heb altijd gedacht toen, Wim zal het dadelijk zeggen van, ik stop ermee. Heb ik altijd gedacht, ja echt hoor. Maar iedereen zag toch niks, iedereen reed toch gewoon door. Ondanks de kooi, ondanks de regen, het was niet makkelijk. Maar die wisten natuurlijk wie ze moesten volgen. Dat was Jan Kraan. Hè? Ja, die moesten gewoon achter me gaan rijden. Ja, die wisten dat het allemaal goed kwam. Hè? Dat het allemaal goed. Nou ja, maar dit jaar is het meer bergachtig. Ja. Het gaat het Duits gebied in, het gaat het Franstalig gebied in. Ja, het is gans anders. Ja. En ik heb dit jaar het lumineuze idee om niet meer iedere dag een ander hotel te gaan zoeken. Dus jullie hebben nou echt van tevoren alles mooi kunnen regelen met de overnachtingen en zo. Dus dat geeft natuurlijk een hartstikke hoop rust overdag. Ja, dat wil je ook hebben. Want het vorige jaar was het, en zeker op les aan, was het 's middags al een denken van, nou vanavond begint die ellende weer. Hotel zoeken, bellen. Hè? En dat wil je dus absoluut niet meer. Ja, alles gronk. En we rijden nou aan en we gaan van hotel naar hotel. En we wensen jullie een hele goede reis. Een veilige reis vooral. En veel zon. Bent u blij dat ze weg zijn? Nou ja, dat is wel fijn, omdat ik weet dat ze toch terugkomen. Dus dan is dat wel een fijn gevoel. Hè? Ze hebben lol en ze hebben plezier, maar ze komen ook weer terug. Dus, ja. Dat is wel mooi dat ze weer terugkomen. Maar wat gaat u doen nou 10 dagen? Nou, als het 10 dagen zon is, ga ik 10 dagen in de tuin liggen. Ik doe niet koken, ik doe niks, doe helemaal niks, genieten. En dan heb ik vakantie, als ik maar in de zon kan liggen. Dus dat is mijn vakantie.